Dus we zijn bij de Anton de Komplein en het is al aardig gezellig aan het worden. We gaan de loop beginnen richting de Dam. De grote Suriname-tentoonstelling op de Dam in de Nieuwe Kerk. Ik heb een vlag meegenomen, maar de vergunning is niet aangevraagd om met een vlag te lopen. Dus deze gaan we heel even ergens parkeren. Geen probleem, want we lopen uiteraard met de Surinaamse vlag in ons hart. Maar moet je kijken wat een leuk gezelschap. Nou, dat was heel even rennen, terug naar de auto. De vlag is keurig opgeborgen. En ik snap het ook wel. Het gaat niet zozeer om nationalisme. Maar het gaat meer om trots. Maar als de Surinaamse vlag niet gepast is in deze loop, dan laat hem gewoon rustig aan de kant. Want nogmaals, we dragen de Surinaamse vlag en de Nederlandse vlag uiteraard in ons hart. En ik zeg ook bewust de Nederlandse vlag. Want we brengen respect uiteraard in het land waar we ook leven. Maar het is nu de uitdaging voor mij om de grote groep lopers weer te vinden. Die lopen nu door de Amsterdamse Poort. En het gaat ongeveer 2 uur duren voordat we aankomen op de Dam in Amsterdam. We gaan even kijken. Het wordt een hele leuke wandeling. En ik neem jullie uiteraard graag mee. Adios! Dus het gaat goed. Ik loop nu vooraan. En het gaat lekker. We lopen nu in de buurt van Duivendrecht, heb ik het idee. En ik denk dat het leuk is of de hele stoet op de film wordt gezet. Dus ik ga heel even naar de voorste loper. En op dat punt gaan we de camera plaatsen op de groef die loopt. Ja. Nee. Zo. Hebben we het gezellig? Ja, hallo. Ja, hallo. Ja, ja. Hoi. Hoi. Hallo. Geweldig om die hele groep te zien hier. Ik geniet echt. Thank you.
Ja, dat klopt. Want wij bouwen aan iets geweldigs. We bouwen aan eenheid. We bouwen aan het vergroten van onze kennis over Suriname. Over onze eigen identiteit. We bouwen om te verbinden. Maar weet je waarom? Omdat het kan. Niets belemmert ons om elke dag weer te gaan voor wat voortreffelijk is, wat zuiver is, wat goed is. Ja, we bouwen. Heel typisch om te zien. We lopen nu aan de Amstel. Het gaat lekker, het gaat goed. Wat mij betreft is de Anton de Kom loop. Anton de Kom Waka officieel al geslaagd. Het gaat goed met alle wandelaars onderweg. Geen calamiteiten, iedereen loopt lekker op een goed tempo mee. We zijn nu een heel mooi stukje aan het lopen langs de Amstel. En we staan nu ook bij het Amstel Hotel. Wat een prachtig gebouw is dat. Het is nog 3 kilometer lopen naar de Dam. En volgens de TomTom komen we daar met 30 minuten aan. Wat een avontuur. We gaan nu eindelijk de Amstel over. Oh, die brug gaat weer open gaan. Ja, loop maar. Ja. We wachten wel. En we stonden net voor een dichte brug. Of een open brug eigenlijk, hè? Sorry. En nu zien we het dicht, want we lopen eroverheen. Nog 3 kilometer te gaan. 2,7 kilometer te gaan. En dan komen we aan op de Dam. Met groot applaus komen we aan op de Dam. Zo lobby. Toch? Als er geen welkomstcomité staat, dan heb ik een hartig woordje te spreken met iemand. Ik hoor al, we hebben geen welkomstcomité. Zo! Ik klap wel voor je. Oké, we gaan voor onszelf klappen, hoor ik. Dus. We zijn niet de enige die lopen vandaag. Nee. We hebben vergunning aangevraagd om te lopen hier, maar meerdere mensen hebben het plan. Ja. En ze lopen hier zonder vergunning. Zonder vergunning. Zonder vergunning lopen ze hier. Kan je toch niet maken? Maar goed. Ai. We gaan bewust niet langs de Nederlandse Bank. Om sommige mensen niet in verleiding te brengen. Wat goed van je. Er ligt namelijk heel veel goud daar. Ja. Veel goud. En één ding is absoluut zeker, we hebben het vandaag echt getroffen met het weer. Gisteren was het zo aan het regenen. Morgen weer regen. En we hebben vandaag gewoon een strak blauwe hemel. Zonnetje schijnt. Het is vrij windstil. Heerlijk.
We zijn erbij. We zijn erbij. Maar nog niet helemaal. We zijn erbij. Ja, ja. De dam is al bijna in zicht. We lopen nu op de Singel. Bij oud V&D. En we zijn er bijna. En we zijn er bijna. Oh, bijna. We zijn er bijna. Ja, lekker hoor. En er is een hele leuke markt daar aan de overkant. Maar goed, we lopen aan de andere kant van het water. Geen probleem. Voor wie maak jij opnames? Voor mijn YouTube kanaal. Jazeker. Mensen. Ja, ja. Over een paar meter hebben we de dam bereikt. Dan zien we het grote monument. We gaan niet zeggen waar het op lijkt. Welk monument? Waar heb je het over? Het monument aan de rechterkant. Maar we zijn er hoor. Ze parken voor de soccorso. Certo la sua. Ah, da che cane? Vedete ben il clavo. Ma dove il cane? Ma non accanto, ma non è. Se tengo da un po' grande. En zo kom je aan bij de grote kerk. Pardon, de nieuwe kerk in Amsterdam. Hierachter. De grote Suriname tentoonstelling. En ja hoor, Udoro. We hebben het gered, ja. We zijn hier. Ja, we hebben het zeker gered. En we hebben goed gelopen. We hebben goed gelopen. We gaan een foto maken. Gaan we een foto maken. We zijn helemaal dat geregeld. Ja. En dat was voor 20 euro. Samen. Udoro, Udoro. Gered, jongen. En weer achter. Ja. We hebben het gered. Ja. Oké, dan is dit mooi hoor. Ja, dit is goed. En zeker aan het outro geleverd. Goed hoor. Mooi hoor. Nooit meer. Nee, ja. 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 Heeft een mooie foto. Kijk, we zijn op zoek naar de fotograaf. Ik zit bij de McDonald's. Ik zit bij McDonald's. Maar hoe heb ik hier regen dan? Weet je, met zo'n prachtige groep, daar ben je toch trots. We hebben het doorstaan, we hebben heerlijk gewandeld richting de grote Suriname tentoonstelling. De Anton de Kom Waka is wat mij betreft een groot succes. En moet je zien hier staan. Prachtig, prachtig is dit. Kippenvel, hoog kippenvel. Wat een mooie dag. Alleen een beetje. Het wordt nog mooier, kennelijk gaan we naar binnen. En dan worden we... binnen onthaald. Dus we gaan het even bekijken. We hebben het gehaald. We hebben het gehaald. We hebben het gehaald met z'n allen. Met z'n allen. Oh, sorry. Welkom, welkom. Oerisu. Oerisu? Het risico, maar ja. Dat is je straf weg. Je bent er. Wanneer wordt het uitgezonden? Wanneer zijn we er? Komt op YouTube. Daar mag ik niet op van mijn moeder. Hallo, hallo, we zijn er. We hebben het gered. We hebben het gered. Ja, we hebben allemaal betaald. Ja, hier gaat iedereen nou de kerk binnen. Voor de medaille uitreiking. Het was van
Jullie hebben het gehaald, hè? Ja, ja, ja. Ik heb het gehaald. Was een leuke loop. Was het mooi weer. Leuke loop. Mooi weer. Leuke mensen. Amsterdam ook mooi, hè? Amsterdam is mooi. Ja. Zo. Hey. Hoe is het? Alles goed, alles goed? Ja, ja, ja. Ja? Goed, ja, ja, goed. Ik spreek zo. Dankjewel. Goed hoor. Ja. Zo. Hallo. Wil je even zwaaien? Ja, tuurlijk. Jullie hebben het allemaal gehaald. Ja. Ja, 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 super. Hey. Ja, ja, joh. Oh, nee, hoor, een geintje. Oh, nou, wat zeg ik dat zo? Maar ik ben niet de paparazzi. Ja. Dat hoort er ook nog bij, toch? In die kerk. Nooit gaan we. Ik zal als laatste naar binnen gaan. De grote groep is al binnen. Het wordt tijd voor de uitreiking van de prachtige medailles. Dag allemaal, mijn naam is Anil Jaloen van Zure Books. We hebben ook wat om weg te geven. Wanneer u een medaille krijgt, dan krijgt u ook een nummertje. En dat nummertje die gaan we zo trekken. We gaan twee boeken van Anton de Kom bijslagen van Vitaal van Verloten. Die gaan we verloten. En we gaan ook 10 vrijkaarten weggeven voor de tentoonstelling. Dus wanneer iedereen een medaille heeft gekregen, dan gaan we daardoor tot het einde. Dank u wel. Dan ja. Wil je ook een medaille? Dankjewel. Mensen, het is volbracht, moet je kijken. Find the Creator heeft een Anton de Kom medaille. Kijk hoe mooi het ontwerp is. Kijk hoe mooi het ontwerp is. Terwijl iedereen wacht om zijn medaille te krijgen, ben ik ontzettend tevreden over wat we vandaag hebben neergezet. We zijn trots. Alle deelnemers die hier zijn, zijn ontzettend trots uiteraard. Niet iedereen was hier die hier graag had willen zijn. Ook voor die personen die met ons hebben meegeleefd, misschien in geest hebben meegewandeld, gaan we zeggen dankjewel. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar dit prachtig moment, deze reportage van Find the Creator. En we zien elkaar de volgende keer weer. Mazzel. Oh.